Daryl, staat AZ lager dan ze eigenlijk zouden kunnen, denk jij? Ja, want ik vind ze wel goed spelen. Ze hebben denk ik een paar wedstrijden gehad dat ze te weinig kregen. En ja, een paar ongelukkige nederlagen, maar ik denk wel dat het een ploeg is die wel aardig kan voetballen. Ja, je collega Lex Immers zegt net, dit is een topwedstrijd. Ook al staan ze zo laag. Ervaar je dat ook zo in de voorbereiding? Ja, een topwedstrijd weet ik niet. Ik denk, op dit moment denk ik niet als je naar de ranglijst kijkt. Maar ik ben wel met hem eens dat, dat dit wel twee ploegen zijn die gewoon heel goed kunnen voetballen. En misschien niet heel veel of wel aan elkaar gewaagd kunnen zijn. Dus ik denk wel dat het een hele mooie wedstrijd kan worden. Ben jij een speler die zich bezighoudt met tegenstanders en zoek je dan dingetjes op? Worden jullie bijgepraat in de groep? Nou ja, we worden wel bijgepraat. We hebben vandaag bespreking gehad bijvoorbeeld over AZ. Dan krijgen we beelden te zien en ja, de zwaktes en sterktes van hun. Dus ja, dat weten we wel. En daar ben je ook bewust mee bezig in de aanloop naar zondag dus? Ja, nou ja, tuurlijk. Je weet wel wat je tegenstander kan en wil. En het is alleen bij hun een beetje afwachten nog wie er gaat spelen, omdat ze een aantal twijfelgevallen hebben. Maar ja, ik denk ook als je gewoon in de Eredivisie speelt, dat je altijd wel je eigen directe tegenstander normaal weet en wel weet wat hij doet. Want ik heb al vaak tegen AZ gespeeld. Ja, Verbeek zou van Feyenoord willen winnen en Koeman liet vorig seizoen al blijken erg graag van AZ te winnen, waar hij ooit weg moest. Ja, nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, buiten dat denk ik dat het ook een hele belangrijke wedstrijd is voor ons. Omdat ik denk als je deze punten, als je hier kan winnen, dat je dan echt een hele goede stap maakt. Ja, wat denk jij diep van binnen dat jullie op weg zijn naar een topklassering in de winterstop? Het kan wel, maar ja, dat ligt er wel aan dit soort wedstrijden. Deze bijvoorbeeld morgen of zondag. Die wordt wel heel belangrijk, omdat je dan die goede flow houdt en dan weer een thuiswedstrijd voor de boeg hebt. Dus ja, we hebben er natuurlijk nog drie thuis en dat moeten gewoon 9 punten zijn. En als je dan stel je zo'n 15 punten als ze allemaal winnen, ja, dan heb je natuurlijk sowieso een topklassering. Maar ja, we moeten eerst laten zien. Dit is ook de week van Europees voetbal. Dan zien we gisteren dat Sparta Praag zich plaatst voor de volgende ronde. Was jullie tegenstander natuurlijk daar in Tsjechië en hier in de Kuip. PSV en Twente redden het niet. Volg je dat allemaal en kijk je daar met gemengde gevoelens naar? Nou, ik had toevallig wel Sparta Praag tegen Lyon ook even de uitslag gezien. En ja, dat is wel jammer dat wij daar niet verder in zijn. En ik denk dat het goed is voor deze ploeg ook om een dubbel programma te hebben en Europees te spelen, want je wordt daar wel sterker van. Ik merk het zelf ook, natuurlijk met Nederland zelf al, dat je tegen dat soort tegenstanders word je gewoon wel sterker en ja, je gaat toch, je bent er wel meer mee bezig dan. Dus ik denk dat het jammer is dat wij dat niet spelen, dubbel programma. Ja, wat kun je dan zeggen, op korte termijn misschien een voordeel, want in de competitie ben je minder belast dan sommige tegenstanders, maar op lange termijn een nadeel dus? Ja, dat denk ik wel. Het kan ook misschien wel een voordeel zijn. Zeker als je AZ vorig jaar ziet, die hadden echt een flow. Die zaten in een flow en die wonnen bijna alles. En die gingen gewoon door, die hadden weinig blessures en ja, die stoten gewoon door. En ja, ik denk dat het gewoon voor een, wat je zegt, voor een speler, voor, zeker voor jonge jongens, dat het gewoon heel goed is om te spelen Europees. Heb jij tenslotte op je nachtkastje een schriftje waarop staat carrièreplanning? Nee, dat heb ik niet. Ik ben er nooit echt heel erg mee bezig geweest. Tuurlijk heb je wel iets in je achterhoofd wat je van tevoren bedenkt. Maar dat moet allemaal nog maar uitkomen. En je moet het natuurlijk ook elke week hier laten zien. En ik heb wel ambities, maar die heeft denk ik iedere voetballer. Ja, wat veranderen die ambities als je ineens international bent? Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, ik kan ook in een buitenlandse competitie spelen. Nou ja, natuurlijk. Als je international bent, dan al wil ik nog niet zeggen dat ik vast international ben. Ik denk dat ik nu 3 keer bij heb gezeten, dat ik 3 interlands heb gespeeld. Dat was natuurlijk prachtig. Nu is het wel voor mij om, dat merk ik zelf ook aan mezelf, dat ik hongerig ben en dat ik meer wil. Alleen dan moet ik het zelf laten zien. En ja, ik denk, er staat natuurlijk een WK zit eraan te komen. En ja, nu ik daar eenmaal aan heb geroken, zou ik dat natuurlijk heel graag mee willen maken. Alleen, ja, het is. Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar dat hou ik voor mezelf. En dat is denk ik het beste om te doen.